In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Nou, Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom. Dit is Radio Bergijk, speciaal weer voor u gemaakt door Peer van Eersel en ikzelf natuurlijk, Toontje Sporenberg. En daarom zijn we ook in zo'n uitgelaten stemming. We krijgen straks een groot politiek debat, waar we vorige week ook al het deel 1 van hadden. En dat zijn in de studio niemand minder dan onze eigen Tony van der Wortel. En die gaat natuurlijk weer praten met Ted van Broekhoff. En dat alles onder de objectieve en streng journalistieke leiding van mijzelf en Peer van Eersel. Maar we beginnen met de gemeenteberichten. Dames en heren, het is tijd voor gemeenteberichten. Peer, jij hebt een bericht over iets verontrustends aangaande de verklaring geen bezwaar. Ja, in het gemeentehuis zitten een bepaalde afdeling zitten mensen met de handen in het haar. Oh. En die wil dat graag ventileren via Radio Bergijk. Ja. Want er zijn opeens onverklaarbaar veel minder aanvragen voor verklaring geen bezwaar. Hè? Binnen de gemeente. Hoe kan dat nou? Ja, dat is dus de grote kwestie binnen het gemeentehuis. Dat Bergijk stond al jaren bekend voor de uitgifte van echt duizenden verklaringen geen bezwaar. En dat het nu opeens dit jaar drastisch omlaag is gedecimeerd. De aanvragen voor verklaring geen bezwaar. Waardoor er nu een afdeling, dat is de afdeling verklaring geen bezwaar, heel veel mensen nu duimen zitten te draaien. Ja. En zich vaak in wanhoop afvragen wat ze misschien fout hebben gedaan. Omdat er zo weinig aanvragen worden gedaan naar verklaring geen bezwaar. Jezus Christus. Terwijl het binnen het gemeentelijk bestuursapparaat toch, ja, dat was echt de motor van het gemeentebestuur. Die verklaringen geen bezwaar. Ja, precies. Iedere Bergijkenaar liep wel met zo'n verklaring op zak. Ik wou vroeger altijd werken op de afdeling verklaring geen bezwaar. Ja, nou, er staan nog mensen in de rij om daar te werken. Om daar te mogen werken, omdat het zo'n mooi werk is. Het is heerlijk werk. Het afgeven van verklaring geen bezwaar. Het is prachtig werk. Nou, en, is eigenlijk de afdeling verklaring geen bezwaar op het gemeentehuis wil eigenlijk hierbij een oproep doen aan mensen die denken te weten waardoor het komt. Ja. Die plotselinge decimering van de aanvragen verklaring geen bezwaar. Ja. Waardoor er nu een hele afdeling werkloos naar buiten zit te kijken. En opeens op al die afdelingen, andere afdelingen op het gemeentehuis zijn gaan lijken. Ja. Men wil een tip. Wie weet toch in godsnaam de oorzaak van het opdrogen van deze bron aan goede werkzaamheden van de verklaring. Misschien kunnen we ook de mensen oproepen om gewoon in ieder geval een verklaring geen bezwaar aan te vragen. Natuurlijk. Dat is een goed idee, Tom. Dat is een goed idee. Dames en heren, namens Radio Bergijk wil ik graag iedereen oproepen die ook maar even een minuutje vrij heeft. Vraag in godsnaam even snel een verklaring geen bezwaar aan, zodat de afdeling verklaringen geen bezwaar weer lekker aan de slag kan. Precies. En dit was een meestelijke oplossing van jouw Toon. Ja, het zijn zo simpel. Schoon maar opeens te binnen. Dat is geweldig. Want we hebben toch een medium om de mensen ergens toe op te roepen. Dat is geweldig. Is het toch goed gedaan? Nou, ik hoop dat deze oproep van Toon Sporenberg, een intelligente oproep, ja, dat hij veel navolging gaat vinden. En dat de mensen weer van heinde en ver gaan toestromen naar ons gemeentehuis. Voor een verklaring, bezwaar aan te vragen. Precies. Dus ga allen naar het gemeentehuis. Open tijdens kantooruren. Ja. En vraag een verklaring geen bezwaar. Radio. De inwendige mens. Bij café-restaurant Het Schippertje. Heerlijk bourgondisch tafelen in een koloniale sfeer. Mosselen staan weer op het menu. Dus we gaan in bourgondische kledij grote bakken mosselen onbeperkt opeten in een koloniale omgeving waarbij de bediening zal bestaan uit mensen die lijken op mensen uit onze vroegere overzeese gebiedsdelen die we toen wel ploppers noemden. Oftewel bruinogen of van die nasi-eters.
We kunnen deze bedienende mensen vernederen zoals we dat vroeger gewoon waren. Waarbij zij gegarandeerd ons ondergrondelijk blijven toeglimlachen. En ons gewoon blijven bedienen. Waarachter wij dan vermoeden een soort stille kracht. Dus dat is heerlijk Bourgondisch tafelen. Onbeperkt mosselen. Bediend door ploppers in een koloniale sfeer. In restaurant Het Schippertje. Goro goro ne, ipa toka toka biya, loko san, loko mari, loko linso e menari, katenyo. Minta nonna, sia nonna e balangu, senza doan c'è manari, sia nonna son der bahu, sia nonna suda già, petta panche il trusman già, laggiù laggiù l'alla cas, datanche mari. Pur pura ti da ta, volanti tagna suda ma, terna nonna su casandi. Ja, dames en heren, hartelijk welkom in deze uitzending. We gaan vandaag doen het tweede deel van het titanengevecht, politiek debat, tussen de heer Ted Broekhoven van Progressief Bergijk en natuurlijk onze Tony van der Mortel. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, Tony. Ja. Goed. Vorige keer was een heel duidelijk open en streed debat. Wat door Peer en mij in objectieve banen is geleid. Zodat iedereen zijn kans kreeg. Dat gaan we vandaag ook weer doen natuurlijk. Deze keer is het onderwerp het milieu. En ik zou zeggen, meneer Van Broekhoven, u heeft 30 seconden om uw dingen kwijt te kunnen over het milieu. Oh, maar wacht even, Tom. Je gaat een beetje te hard van stapel. Ik heb eerst natuurlijk de resultaten van ons enquête. Ja. We hebben een luisteraarsonderzoek gedaan na de eerste grote politieke onpartijdige debat. En hebben we de mensen gevraagd in Bergijk wat ze zouden gaan stemmen. Ja. En dan heb ik hier de resultaten voor me liggen. Na het vorige debat zou Progressief Bergijk uitkomen op 1 zetel. In de Bergijkse gemeenteraad en Bergijk terug zou komen op 7 zetels. Dat is eigenlijk de rest van het aantal zetels. Ja. Dat is wat de mensen vonden na het vorige debat. We gaan na dit debat gaan we weer meten. Zeker. Dus zo houden we de vinger aan de pols wat betreft de politieke sentimenten in Bergijk. Ja, nou, nogmaals, vandaag het milieu. Meneer Van Broekhoven, uw 30 seconden gaan nu in. Ja, ik wou het volgende even naar voren schuiven. Ik vind onbeperkt uitrijden van hier vind ik een schandalige zaak voor het milieu. Onder andere de paarse lelie en de paarse lisdoorn. Die enige die alleen maar hier in Bergijk gevonden worden, die gaan eraan kapot. En ook het wegdek, dat bijt ook uit. En er zijn een heleboel mensen met klachten vanwege de stad. Op zich is dat een duidelijk standpunt. Ja. Dank u wel voor uw reactie. Tijd is om. Ah, hij was er overheen. Wij zijn heel erg benieuwd naar wat Tony ervan vindt. Tony! Nou, het is heel simpel. Ik heb nog nooit iemand bij mij op spreekuur gehad of aan de kraam die zei het milieu is niet in orde. Dus als niemand iets zegt, dan is het voor mij in orde. Want wie kan het beter beoordelen dan de gewone mensen zelf? Ja. Dus ik begrijp niet zo goed waarom er een punt van gemaakt wordt hierdoor. Meneer Van Broekhoven, mag ik nog trouwens iets zeggen? Ja, tuurlijk. U werd gezegd wat de verkiezingsuitslag zal zijn. Ja. Ik zou zeggen tegen meneer Broekhoven, hartelijk welkom bij ons. Er zijn 8 zetels in de raad. En wij krijgen er 7, u 1. Als u nou gewoon uw eigen niet zo dik en druk maakt hier de komende tijd. En gewoon lid wordt van onze partij en is het probleem opgelost. Precies. Dan komt u ook mooi in de gemeenteraad. Want anders is het alleen maar een hoop gedoe. En er wordt s'avonds 11, 12, 1 uur. Dat zijn de cafés dicht. En dan uiteindelijk is het toch altijd 7-1. Ja. Dat bedoel ik dus eigenlijk. Ja, nee, is heel helder.
Je hebt nog... Je hebt nog maar wat het milieu betreft heb ik dus eigenlijk geen klachten. En ik vraag me eigenlijk trouwens af wat er eigenlijk tegen gieren is. Ja. Leg dat mij nou eens uit. Ja, nou. Leg nou dat. Hoe dan? Nou ja, ik zal zeker uitleggen. Nee, je moet het ook uitleggen. Het is namelijk heel slecht voor het milieu. Heel slecht. Dat ja, maar wacht nou eens even. Sinds de klokbekercultuur wordt er al gier uitgereden. En zijn we er slechter op geworden? Ja. Nou, er zijn een heleboel mensen. Dat wordt nu ook weer even onder tafel geschoven in deze discussie. Want u bent allemaal op de handen van de heer Van der Mattel. Wel, nee. Maar nee, dat durf ik rustig te stellen. Ja. En het is zo. Ik durf het rustig te stellen. Er zijn een heleboel klachten mensen met ademhaling. Meneer Broekhoven, ik zou nu toch een beetje op uw woorden gaan passen. Want u begint hier nou onder de hand Peer van Eersel en mij te gaan beschuldigen. Ja. Van dat wij partijdig zouden zijn. Ja, en, dat geloof ik. En wij hebben de journalistieke eet afgelegd. Nou ja, tegenover elkaar dan, ja. Een beetje. Maar dit is werkelijk... Alleen omdat wij niet per se met jou de kikkers, de kakkerlakken en de ratten willen beschermen. Dat wil niet zeggen dat wij volledig politiek niet onafhankelijk zijn. Zullen we nou meemaken? Nou, en ik hou als ras-echte Bergijkenaar, ben ik opgegroeid met de geur van verse gier. Nou, kijk, en als jij mij de geur van verse gier wil afnemen, ja, dat wil dan moet je van een betere kermis thuiskomen. Hè, Ted Broekhoven? Ja, nee, maar luister, Ted. Gewoon als ras-echte Bergijkenaar hou van de... Kom erop, wat nou? Nee, dat is progressief Bergijken. Krijg ze even geen gelijk dreigen met geweld. Nou, kijk maar, luister, Peer, dan kom ik even terug op de stelling. Kom ik even op de stelling van vorige keer. Dat bedoel ik. Die Tony had gemaakt. Eigenlijk heeft Bergijken één politieke partij meer dan genoeg, maar wel gekozen. Want we zijn hier niet in Rusland. En het is toch met die progressieven, die beginnen meteen met een soort communistisch Sovjetbewind hier aan tafel al op te zetten. Tuurlijk, hij krijgt even weerwoord van mij en hij begint gelijk met geweld. Het is gelijk een soort Stalin die daar... Mag ik iets zeggen? Ja, natuurlijk, Tony. Ik zit maar een beetje rustig voor mijn eigen uit te kijken hier. Want, zegt het al, wat ik vreesde, gebeurt nu. Ja. Dus dit gaan we in Bergijk nog veel meer krijgen. Alleen maar ruzie maken. En een hoop herrie. En een rode terreur. Ja, mensen tel nou, dat wil ik nog niet eens zeggen. Want ach, daar komt van eigen wel aan zijn eind. Maar een hoop ruzie. Die man komt vanavond thuis. Die heeft hoge bloeddruk. De vrouw maakt zich zorgen. Belt de ambulance. Moet het valkenswaard uitrukken. Kost 4,5 gulden de kilometer. Ja. Wie moet dat betalen? Wij. Niet progressief Bergijk, maar de gewone man. Ja. Dus ik zou zeggen, doe nou gewoon een beetje rustig. En denk goed na over de dingen. En kijk, praat nou eens met de mensen. Ja. Niet alleen alles op papier en briefje. Zo kan het dus ook, hè, meneer optypen. Gewoon, en dan hoop ik dat u ook heel veel succes heeft. Echt, kijk. Maar niet met een ruzie maken. Nou, tot zover het tweede onafhankelijke, objectieve politieke debat. Georganiseerd en onder supervisie van neutraal Radio Bergijk. En na deze uitzending, luisteraars in Bergijk, blijft u bij de telefoon in de buurt. Want we gaan beginnen met ons telefonische luisteronderzoek. Al naar gelang uw politieke sentiment. Ja, of die laatste zetel ook gewoon naar Tony gaat. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Nou, ik ga naar Tetje, naar de telefoon. Ik ga beginnen aan het grote luisteronderzoek. Oké, dan dat is goed. En dan zeg ik het voor alle zieke Bergijkenaren. Dus ik begin gewoon bij de A. Ja. Dus van de A, familie van de A, ga ik als eerste bellen. Dus als u met een Z heet, dan kan u nog even iets voor uzelf gaan doen. Kopje maar koffie. Ik begin gewoon in het telefoonboek van Bergijk bij de dubbel A. Bij de familie van de A. Kerel van de A. Goedendag, ik spreek met Peer van Eersel, Radio Bergijk, luisteronderzoek. Wat gaat u bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen? Welke gemeenteraadsverkiezingen? Van gemeente Groot Bergijk. Gaat u op Tony van der Mattel stemmen of op de andere? Ik stem altijd op Tony. Geweldig, dank u wel. Noteer ik daar. Ja, heel goed. Nou, dat is dan het besluit van deze uitzending daarmee. Nogmaals, blijf aan de telefoon om te zeggen dat u voor Tony van der Mattel bent. En dan zeg ik... Radio Bergijk! Dus voor alle zieke Bergijkenaren, beterschap en wijsheid bij het maken van uw politieke keuze. En voor de gezonde Bergijkenaars, kop op en wijsheid bij het maken van uw politieke keuze.